Wat er ontwikkeld is, is een interactieve HoloLens-applicatie voor hoger onderwijs. En in dit geval voor geneeskunde of anatomieonderwijs. Als je die HoloLens opzet, dan zie je een driedimensionaal anatomisch model van het onderbeen. Waar je omheen kunt lopen. Die hangt in de ruimte. Waar je samen aan kunt bestuderen. En waar je bewegingen kunt analyseren. Het is fijn en vooral ook gewoon heel leuk en grappig. Ja, en ik zie ondertussen gewoon hier dat voet en dat been hangen. En ik zie jullie ondertussen ook nog. Dus het is echt gewoon alsof er een voet hangt in de normale wereld. En ja, het is echt heel bizar om mee te maken. Heel vet. Ik beweeg mijn voet en dan kan je zien welke gewricht er aan welke beweging meedoet. Dat kan je dan zien. Het is toch best wel anders eigenlijk dan dat ik vanuit de boeken mezelf heb aangeleerd. En hier zie je dus hoe het echt is. Dus ja, dan is dit ook gewoon een stuk accurater. Het was een beetje wennen hoe je hem precies opzet, hoe die op je hoofd past. Maar daarna gaat het eigenlijk heel erg natuurlijk. Zodra je hem afzet, denk je van, nou, de wereld is eigenlijk best wel saai. Er kan nog wel wat meer gebeuren. Ik vond het heel cool. Je kan gewoon alles van alle kanten bekijken en je ziet het veel beter dan in de boeken eigenlijk. Voor anatomie is dit echt ideaal, want je kan gewoon zelf alle structuren kan je zien. Je kan bepaalde structuren kan je selecteren. Je kan alles van alle verschillende hoeken kan je het bekijken. Dit gaat onderwijs echt veranderen. Dit maakt het mogelijk om onderwijs in zijn optima forma uit te voeren. Contactonderwijs, samenwerking, interactie, actief leren. Alles zit erin wat onderwijs succesvol kan maken.